Voilà, we rijden zo het doel binnen. Het spookstad wordt genoemd. Waarom, weet ik niet. Voilà, ben je nu aan het doel? Zo, hier verlaten. Het eerst bevallen huis, geen leven in te zien. Maar of dat het echt spookt, weet ik niet. Wordt die toch het spook? Het spook stad genoemd, of dorp, ik weet niet wat het is. Daar is de haven. Zo. Dat was voorzien voor dat allemaal af te breken waarschijnlijk. Dat wordt hier een spookstad genoemd, maar dat wordt hier een dorp. Maar dat wordt niet gespookt. Dat is omdat die zo stil is en duurt. Omdat er geen volk meer woont. Daarmee noemen dat hier de spookstad, dorp. Ja, het is hetzelfde. Dorp of stad. Beetje toch. Het is hier aan de Duitsstel. Nu toch. Kijk naar hem. Maar je kunt daar wel niet naar binnen, zo te zien. Voor de veiligheid, hè? Ja, veiligheid, hè? Dat is een vriestelen zelfs. Het enige dat huurt, dat zijn mijn voetstappen. Een verlaten gesticht. Ja, ik weet dat niet bij aan.
We hebben zelf een kring. Lege buurtkootje. Een lege café. Het was zelf een winkelken hier zelfs. Kijk, een winkelken. Een bazaar. In de kleine bazaar. Ja. In de bazaar. Alleen mijn voetstap duurt hier, dat is al. Anders is er niets, hè. Stil, vriestil. Of een vogel. Dat is de kerk van Doel, kerkhof. Kerkhof van Doel. En de kerk. De kerken. Ik heb iets deer te staan. Dolf. Dolfke. Koekoek. Dat zou je waarschijnlijk de pastorie geweest zijn van vroeger. De vroeger de pastor geweest is. De pasteur. Verlaten. Dat huis is bewoond. Daar woont er iemand. Aan de kerken. Een verlaten boot. Oh, zin in up. Na televisie. Van alles. Oh, zin in wel up. Oh. De kapotte wc. Zeker.
Voilà. Dat was het uitstapje naar Doel. Het spookstad genoemd. Maar het is geen spookstad. Het is gewoon omdat het verlaten bijstaat. Maar het is absoluut geen spookstad. Het is gewoon verlaten. Een verlaten stad. Daar zie je nog een oude tankstation, zie ik. Hier heeft Pipi Langkous toch een wind, hè? Wijs ik toch? Hier heeft Pipi Langkous. Hier heeft Pipi Langkous. Hier heeft Pipi. Hey, baby.